Op de notaris Ruttelaan 19 in Heidhuizen is de herbergier gevestigd. Een kleine woonvoorziening voor mensen met dementie. Wim Klaassen en Carla Postumus zijn de ondernemers die deze locatie 7 jaar geleden hebben opgezet. Maar ze stoppen ermee en zijn op zoek naar opvolger. Wat is herbergier Heidhuizen? Herbergier Heidhuizen is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Dus allerlei vormen van geheugenproblemen, mensen die wonen hier. Dus iedereen heeft dementie. En wij verzorgen die mensen. Zij wonen hier en doen hun ding. Herbergier Heidhuizen is niet zomaar een herbergier. Wat is er zo bijzonder aan? Het bijzondere aan herbergier is dat wij hier een open deur beleid hebben. Dus mensen kunnen gewoon in en uit. Dat geeft ook veel minder onrust. Daar is het voordeel van dat je ook geen medicatie nodig hebt om mensen juist rustig te krijgen. Wat zijn de verschillen tussen een herbergier en een zorginstelling? Dat is wat ik net noemde, hè? Open deurbeleid. In de zorginstelling daar heb je vaak gesloten afdelingen. En dat hebben we hier niet. Wat komt er allemaal bij kijken? Nou ja, je bent een eigen ondernemer, dus je moet personeel werven, je moet bewoners werven. Je moet allerlei facetaire zaken hebben, zoals een keuken, want wij koken hier zelf. Je hebt allerlei verplichtingen die je moet doen naar bewoners toe. Ja. Is het een loondienstconstructie? Nee. Wij zelf zijn niet in loondienst, we zijn eigen ondernemers. Maar uiteraard, onze medewerkers die zijn natuurlijk wel in dienst. Dus die, dat gaat op via onze onderneming. Wij betalen die en wij krijgen het geld van de overheid via financiering, persoonsgebonden budget. Ja. Waar moeten jullie aan voldoen? Waar je eigenlijk aan moet voldoen, dat is je maakt afspraken met bewoners. Van hoe gaan we de zorg vormgeven, wat is het beste voor de bewoners, wat vindt de familie. En dat zet je op papier en dat ga je natuurlijk nakomen. Aan welke voorwaarden moet men voldoen? Nou ja, we hebben hier alleen maar bewoners met geheugenproblemen, hè? Dus allerlei vormen van dementie. En je moet hier willen wonen. Voor hoeveel mensen hebben jullie plaats? We hebben 16 plekken. Maar stel bijvoorbeeld er komt een echtpaar en die kunnen op een grotere kamer terecht, ja, dan zijn het er 17. Maar het maximale wat we willen, of wat eigenlijk ook in de formule zit, dat is 19. Dus we zullen nooit groter zijn dan 19 bewoners. En wat houden de kamers juist in? Ja, dit is een oude school uit 1930. Hè? En dat zijn allemaal klaslokalen en die zijn omgebouwd tot een grote woonruimte. Hè? De gemiddelde kamer is hier 42 vierkante meter. Ja, dus dat is aardig wat. En die hebben allemaal eigen toilet en douche. Vroeger werd het gebouw gebruikt als basisschool, de Beukenhof. En jullie hebben het nieuw leven ingeblazen. Hoe ging dat juist? De school stond al een hele tijd leeg. En die zou of afgebroken worden, of een nieuw leven ingeblazen. Nou, de woningbouwcorporatie die heeft dat pand gekocht. Eigenlijk een beetje in opdracht van onze overkoepelende stichting. En die bepalen dan hoe het pand eruit gaat zien. Nou, waar moet het dan voldoen? Waar moeten die kamers precies, hoe moet die eruit zien? Hoe moet de gezamenlijke huiskamer eruit zien? Waar moet de keuken aan voldoen? Waar moet de tuin aan voldoen? Dat wordt allemaal bepaald. En vervolgens wordt dat verbouwd. En dan gaan wij in de aanloop daarnaartoe, gaan wij onze bewoners werven en personeel. En vervolgens is dat in 2014, juli 2014 is het open gegaan. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Nou, ik zelf kom uit Roermond, een rasecht Roermondenaar. Dus Limburg trok mij wel aan. Ik heb wel mijn leven lang bijna gewerkt in Eindhoven. En samen met mijn vrouw zijn wij op een gegeven moment hier naartoe gekomen. Ja. Dat bevalt ons heel erg goed. Ja. Jij en je vrouw hebben hier 7 jaar gewerkt en nu stoppen jullie. Waarom? Nou ja, volgend jaar word ik 65, ga ik sowieso met pensioen. Maar ik blijf nog wel wat doen, maar niet meer zoveel uren dan wat ik nu doe.
En mijn vrouw en ik willen ook weer een andere fase van ons leven ingaan. Wat zorgen voor de kleinkinderen, voor schoonouders, voor mij. Dus dat is een beetje de drive om te stoppen. Nu gaan jullie op zoek naar opvolgers. Wat voor mensen zoeken jullie? Waar moeten ze aan voldoen? Het nieuwe stel, daar zitten ook echt harde eisen aan. Hè? Bijvoorbeeld één van beiden moet een BIG geregistreerde verpleegkundige zijn. De ander die moet wel geïnteresseerd zijn in werken met mensen met geheugenproblemen. En daarnaast moet je je voorstellen, je gaat hier bij de bewoners ga je wonen. Je woont in het pand. Dus je moet ook je andere huis moet je opzeggen of in ieder geval verhuren. En je bent hier toch wel zo'n 60 uur per week ben je wel bezig. Niet dat je echt zwaar aan het werk bent, maar je bent wel aanwezig. Je hebt ook je vrije dagen natuurlijk. 2 meestal. En je gaat ook op vakantie. Dat is allemaal te organiseren. Maar het belangrijke is dat je eigen ondernemer bent. Je eigen verantwoordelijkheid voor je bewoners en voor je personeel. Want daar zul je wel voor moeten zorgen. Anders gaat het fout. Hoe kunnen mensen die interesse hebben zich kandidaat stellen? Dat gaat meestal aanmelden via de 3 notenbomen. Dat is de overkoepelende stichting. En dat vind je via de site van de herbergier. Als je herbergier.nl intoetst, daar kun je zien hoe je ondernemer moet worden, hoe je informatie kunt krijgen, hoe überhaupt heel die herbergierclub werkt. Dus dat is daar allemaal te vinden. Ja. Zijn er al kandidaten? Ja, dat is altijd lastig, zeker in een pril stadium. Maar we hebben laatst een potentieel ondernemersstel gesproken. En dat is dan de vraag nog of dat het ondernemersstel wordt. Want zeg al, de overkoepelende stichting moet het ook goedkeuren. Ja. En ga je het niet missen? Ik denk wel zeker dat wij het gaan missen, zeker je bewoners. Want ja, we hebben hier bewoners, een stuk of 4, 5, die vanaf het begin hier al wonen. Dat is eigenlijk één grote familie hier. En je gaat je familieleden, zal ik zomaar zeggen, die ga je wel missen, ja. Ja. Wat is het eerste wat jullie gaan doen als je opvolgers hebt gevonden? Ja, dat is altijd een lastige vraag. Nou, in ieder geval het privé gebeuren wat uitbreiden. Hè. We hebben bijvoorbeeld een boot, dus we varen graag op de Maas. En daarnaast ga ik nog even op zoek voor een paar dagen per week om te werken. Ja. En wat voor werk moet dat dan zijn? Dat kan van alles zijn. Dat kan voor de gemeente zijn, voor kwetsbare mensen. Dat heb ik ook veel gedaan in mijn leven. Maar het kan ook gewoon zijn in een restaurant bedienen of zo. Maakt mij helemaal niet uit. Het kan van alles zijn.